Pit, je gaat er met bestelling uit. Achter mijn rug om praten, jongen, even aan. Doei. Hey, rust. Hey! Motoclubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motoclub van ons land. We zijn nog steeds op de Wulveren, een feestje ter gelegenheid van het vierjarig bestaan van No Surrender. Speciaal hiervoor is de motor van Henk, die hij sinds enkele dagen weer in zijn bezit heeft, naar Duitsland gebracht. Ja, en dat moet natuurlijk worden gevierd. Hé, mannen, kom er dichterbij. Dan heb ik een hele leuke mededeling gehad gisteren. Ik werd gisteren gebeld door de Belastingdienst in Emmen. Dat mijn zoon met jullie, de broeders die daar meegeholpen hebben, wat terug hebben gehaald, wat onterecht is afgepakt. En na de vrijspraak de officier van justitie ook vrij moest geven. Daar wil ik natuurlijk ten eerste mijn zoon voor bedanken. Het belangrijkste is, ik ben zo blij dat hij weer terug is en terecht. Vrijspraak ook terecht. En hoop dat andere broeders die deze week of volgende week voorkomen, ook terecht eruit komen. Daar gaat het eigenlijk om. Maak er vanavond een super feest van, er komt nog veel meer. En we gaan ze eerst een lekker hapje doen, want ik denk dat iedereen wel honger heeft, niet? Oh, ik heb weer zin in. No Surrender forever! Hoe word ik eigenlijk lid van No Surrender? Ik ben in principe kun je zo binnenstappen, maar we hebben het liefst dat mensen geïntroduceerd worden. Waarom? Dan weten we al wat voor vlees we in de kuip hebben. Geïntroduceerd door al een lid, zeg maar? Ja, door een lid. Dat hebben we al het liefst. Of door een kennis van een lid, zeg maar. Kun je mij vertellen wat de belangrijkste regels zijn als je bent toegetreden? Eerlijk blijven. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, geloof ik. Hè? Ja, geloof ik. Ja. Niet liegen. Niet liegen. En niet echt op elkaar contact kletsen, snap je? Gewoon broeder zijn, man. Gewoon eerlijk zijn. En het gaat niet om geld, het gaat niet om pasteren, het gaat niet om wie het meeste heeft, wie de grootste lul heeft niet. Het gaat nergens om. Ja, niet achter iemands rug om praten, want daar hebben ze een broertje dood aan bij No Surrender. En terwijl het feest van de Wulveren langzaam op gang komt, neemt de leiding plotseling plaats voor een ingelaste vergadering. Een van de nationals, Pit genaamd, blijkt namelijk de regels te hebben overtreden. En daarop staat slechts één sanctie. Oké, mannen, we gaan gewoon beginnen. Luister, ik heb een nieuwtje voor vandaag. En Pit, je gaat er met bestelling uit. Waarom? Ik zal je zeggen waarom, vriend. Jij zit overal achter mijn rug om te praten over die motor. Nee. Ik laat je zo zien waar je naar mijn les toestuurt aan andere mensen. Je gaat de bestelling vandaag uit. Je praat alleen maar achter mij en rug om. Je wou niet meedoen met die motor. Jij zei, ik heb ook nog een bruiloft. Dat heb ik gehoord van de Nationals hier. Jij gaat er gewoon uit. Je bent met Frankie bezig, continu aan het praten over mij. Jij gaat er gewoon uit. Ik zal je één voorbeeldje nog noemen. Toen je bij de gremiums was, wie kreeg de klappen? Wie kreeg de klappen? De gremiums of wij? De gremiums. Wie heeft die Hells Angels van de gremiums hem afgehaald? Jij. Waar stond jij toen? Ik stond een beetje achteruit. Waarom heb je niet meegeholpen? Om... Nee, waarom heb je niet meegeholpen, jongen? Waarom heb je niet meegeholpen? Waarom heb je niet meegeholpen, hè? Ja, waarom heb jij jouw vriend toen niet meegeholpen? Als nou een van onze broers klappen krijgt. Waarom help je die man niet mee, jongen? Zo. Waar was jij? Nergens. Ik ga je verstaan, je gaat de best standing uit. Dan weet je dat, ja? Je jasje blijft hier, je armband blijft hier, alle blijven gewoon hier. Kijk ik af. Jongens, hij gaat een normaal bestelling uit, hè? Luister goed. Ik loop nog even met je mee nog. Kom maar, kom maar. Ja, ik loop mee. Wie is de chauffeur? Hey, wie is de chauffeur? Luister, wie is de chauffeur? Je bent me zo kwaad, jongen. Achter mijn rug om praten, jongen, even. Nee, moet niet. Luister, jij met je grote bek ook. Niemand pakt met een jasje af en niemand komt bij mij thuis. Ik ga jou beloven, vriend. Jij gaat mij nooit meer achter de kont aan praten. Bestelling is bestelling. Andere club. Luister, ik heb de garb nog contact met jou nemen. Wat is je zoon? Alex! Speelt ongelooflijk? Wat zei je? Alex, ongelooflijk. Wat is ongelooflijk, jongen? Dat jij je grote bek overal vooraan hebt? Nee, waarom? Nee? Ik zeg net, stoppen we verder met graag. Maak me nou niet kwaad, jongen. Nee. Maak me nou niet kwaad. Nee. Ja? Doei. Hey.
Hey, stop. Stop. Hey, stop. Hey, rust. Henk, jij zei dat wij alles te zien zouden krijgen. Maar dat is niet helemaal waar. De persoon die er in bedstelling werd uitgezet, daar werd de deur toch even voor onze neus dichtgegooid. Wat gebeurde er achter die deur? Achter die deur gebeurde denk ik weinig, want daarna had je het wel kunnen zien natuurlijk door de ramen heen dat die persoon zo wegging. Maar ik denk dat jongens die daar lopen, van die paar honderd, ja, tenminste honderden mensen die daar lopen, niet de intentie hadden wat jullie gingen doen, denk ik. En ook niet gisteren weer waren daardoor. De groep die om me heen loopt, kort om me heen, die weet dat wel dat alles kan. Ik had er ook geen geheim voor. Maar werden daar tikken uitgedeeld? Nee. Een paar corrigerende klappen? Ach, stel niks voor. Mag geen naam hebben. Is er een verschil tussen het in bedstelling verlaten van de club vroeger en in bedstelling verlaten van de club onder jouw bewind? Nou, onder mijn bewind, onder het nieuwe bewind. De nieuwe Nationals. De nieuwe National Raad. Ja, dat zijn verschillen. Ja, er zit verschil in vroeger en nu. Kun je dat benoemen, welke verschillen dat zijn? Het is meer overwogen omdat het door de raad gaat. En ik denk dat het... hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat het, ik denk dat het kavelkoor van het koor gescheiden is. Dus dat bedoel ik allemaal te zeggen dat er minder fouten gemaakt worden. Dus de fouten zijn minder ernstig. En grovere fouten worden ook grover aangepakt, snap je? Maar dan gaan de grootste verhalen rondom het in bedstelling iemand uit de club zetten. Misschien kan jij dat voor mij dan ophelderen. Wordt een motor ingenomen? Absoluut niet. Nog gebeurd. Nee. Moet er een boete worden betaald? Zou kunnen, ja. Maar gebeurt dat onder jouw bewind? Zou kunnen. Ja. En en dat bedoel ik met een disciplinaire straf. Ja, zou kunnen. Maar dat weet je van tevoren. Maar het is niet zo dat die persoon in bedstelling de rest van zijn leven over zijn schouder moet kijken? Nooit. Klopt het dat wanneer je in bedstelling uit een club wordt gezet, dat je ook bij andere motorclubs niet meer kunt lid worden? Het is een ongeschreven regel dat mensen die in bedstelling weggaan in principe niet naar een andere motorclub gaan. Daar onderhouden we zelf contact over. Dan laat ik het op het noorden toespitsen dan hier. We hebben daar nauw contact over in het noorden met andere motorclubs. Ja. National Pit mag er dan met bedstelling uitliggen. Het maakt de stemming er niet minder om. De barbecue wordt ontstoken en het bier vloeit rijkelijk. En er is een speciale gast. Captain Garib van het Duitse chapter La Familia. Een kleurrijk figuur en tevens boezemvriend van Henk. Ja, Garib die ken ik al heel lang. En je moet het zo zien, we noemen elkaar allemaal broeders en broers. Maar wij zien elkaar echt als familie. En er is een band ontstaan door wat oneenigheid bij andere mensen. Waar we hem opgebouwd en dat is onbeschrijfelijk. En dit is de moeilijkste man die ik in mijn leven ken. De meest gecompliceerde man die ik ken. Maar ook de meest loyale man die ik ken. Ja, die geeft me alles voor je. En dat is het belangrijkste, denk ik. Maar dat is wederzijds. Als hij mij aan belt of wat dan ook zo. En Garib, wat is Henk voor Sie? Henk is alles voor mij. Alles. Jij een broeder? Alles. Twee handen op één buik. Maar ja, meer is dat nog. Snap je? Ja, dat zit veel. Ik kan er ook niet uitleggen waarom. Dat gevoel heb je maar met een paar mensen in je leven. Snap je? Brothers, we gaan even een minuut stil te houden voor onze overleden brothers. No surrender forever! Ja. Jongens vonden het ook mooi. Iedereen, ja. Geslaagde dag. Ja. Nu is feest. Eén dingetje. Waar zijn de dames? Bij de politiecontrole. Eén is gearresteerd, die andere drie zijn er in onderzoek. Dus ja, die had wat spullen bij zich, geloof ik, wat niet goed was. Verandert het iets aan het feest, denk je? Of, Nee, joh, die zien we elke week, man. Dat is toch goed. Dat is bijzaak. Ging om de rit natuurlijk en ging om het 4 jaar bestaan. Ja. Ging om de eer van onze broeders, dus ja. Hij was goed. Mooi feest. Goeiedag was het. Volgende week in Captain Henk maken wij nader kennis met Garib in zijn exorbitante clubhuis. En blijkt hij naast No Surrender ook nog eens tegen IS te vechten in Syrië. Über gewisse Sachen, also was geht, sage ich dir. Mein Name ist da Brusk zum Beispiel. Das kann ich dir sagen. Brusk ist Blitz.